Dennis, welkom bij Speedrunners versus Jager. Speedrunners ja, ben je er? En dit wordt onze revenge. Ja, zeker. Sarah, zo in het game. Weet jullie nog de vorige keer dat ik een superheld was? Ik heb jullie echt geslagen, ja, maar nu ben je dat niet meer. Inderdaad. Wij zijn nu beter voorbereid, Dennis. Wij zijn veel beter voorbereid zelfs. Luister even goed. En meisjes, jullie zijn voorbereid? Laat me niet lachen, oké? Laat mij trouwens niet lachen. Wat heb je nou weer aan? Dat kan ik eerder aan jullie vragen. Wat hebben jullie aan? Diamond armor? Is dat een diamond armor? Ja, dat is een super goed voorbereid. Wat is er nou mis? Oké, jullie niet snutten denken dat jullie mij kunnen beschermen. Ja, diamond armor en een totem op een dying om jezelf te beschermen. Nou, jongens, jullie zijn misschien niet de enige die zijn voorbereid hierop. Ik wist dat jullie weer gingen opsluiten in zijn stomme kooi als dit of nee. Ja. Dus ik ben vandaag voorbereid als niemand minder dan de hacker. Maar Dennis. Hacker? Jij wel. Je kan niet zomaar hacken, Dennis. Nee, inderdaad. Jij bent nog te dom om te poepen, joh. Lachen jullie me nou uit? Te dom om te poepen? Een masker maakt je nog geen hacker. Oh, jongens. Wat als ik jullie vertel dat ik vandaag de hacker ben? En op die manier kan ik gebruik maken van allemaal Minecraft hacks. Je weet niet eens hoe je iets moet selecteren op computer. Oké. Wat staan hekken? Je hebt wel heel erg veel praatje voor iemand die straks gaat verliezen, oké? Zeg nou maar, wat moet ik een Enderdragon verslaan? Moet ik een drakentrofee vinden? Een creepertrofee? Wat is de challenge? Jij moet de draak verslaan, de Enderdragon. Oké. Ja, zeker, de draak. En laat me raden, jullie moeten mij zien te vermoorden. Ja, zeker. En ik heb weer een kompas bij me, dan kunnen we jou weer volgen. Oh, met dat kompas kan je mijn locatie zien. Oh, wat ben ik bang, Sarah. Ik ben zo bang voor jullie. Ja, ik zou een beetje bang zijn. Jij moet bang zijn, Dennis. Nou, volgens mij poepen jullie bijna in je broek, want ik zie een totem of een dying in jullie handen. Dus jullie zijn al voorbereid om dood te gaan. Nou, breng me maar uit, dan laat ik jullie straks mijn hek zien, oké? Oké dan. Veel succes, Dennis. De jagers of de hacker. Oké, dan kom ik en weg hier, oké? Veel succes, Dennis. Oh, succes, oké, losers. Want ik ga hacken, kan ik je vertellen. Oh, jongens, zal ik jullie een van mijn heks laten zien terwijl ik hier sta? Ik mogen nog niet komen, want ik heb een kleine voorsprong. Let op, oké? Let op. Ik hoef namelijk alleen maar zo even mijn hacker tool te openen op deze manier. Hacker tool. Wat dacht je daarvan? Dit zijn mijn hacker tools. Ja, die was fijn. Is dat een hacker? Alleen maar de Enderdragon te verslaan. Ik hoef niks qua tools meer te verzamelen, want moet je kijken hoe snel dit gaat. Wow. Ze dachten toch niet echt dat ik niet voorbereid was. Ik ben de beste Minecraft hacker ooit. Ah, jongens, wat is dit nou weer? Hoe kan Dennis nou weer zo sterk zijn? Is hij geen superheld? Is hij een hacker? Hoe kan dat nou? Maar jongens, wij kunnen dit aan, oké? Ja, zeker. Hij is helemaal noob, hoor. Hij is helemaal geen goede PvP'er. Daarom moet hij dus ook hacken, omdat hij noob is. Omdat hij anders ons niet aankomt. Inderdaad. Zo is het maar net. We moeten op zoek gaan naar een village, denk ik. Zodat we een beetje kunnen voorbereiden. En als je dacht dat dit mijn enige hex was, zeker niet. Ik heb zoveel mogelijk hacks zoals je rechtsbovenin kan zien. Van wel liefst X-ray tot vliegen. Totdat ik zelfs al mijn vrienden kan zien lopen door bergen, gebouwen en noem maar op. En dat niet alleen. We kunnen onszelf zelfs functies geven zodat we supersnel kunnen rennen. Moet je kijken, wow! Alleen het belangrijkste, een plan van aanpak. We moeten de Enderdragon verslaan. We hebben daarvoor al mega goede tools. Dus wat hebben we nodig? Heel veel obsidian om een netherportaal te maken. Want ik heb allemaal enderpearls nodig. Allemaal endrods, zodat ik natuurlijk Eye of Enders kan maken. Om de strommel te zoeken en naar de Enderdragon te kunnen gaan. Oké, jongens, ik heb een boot gemaakt. Laten ik heb even wat steen gehakt. Oh, hij is ook met water gedaan, mega spin. En volgens mij zag ik hier in de verte ook iets. Wat wel interessant. Wat dacht je dan? Volgens mij zag ik een village inderdaad. Oh, dat kunnen we wel gebruiken. Oh, dan moet je echt loot uit stelen. Oh, ja, inderdaad, kind. Oh, kijk wat we daar hebben. Als dat wel niet een village is. Laten we daarheen gaan om dat te gaan looten. Wat we namelijk moeten vinden is een iron golem. Ik heb namelijk... Oh, nee. Wacht eens even. Zie ik daar nou allemaal name tags in de verte? Kijk snel. Staat. Ze hebben de village ook gevonden. Ik wil namelijk de iron golem proberen te killen als die hier ergens is. Want de iron golem, die kan ik gebruiken voor allemaal iron. Dan kan ik daarmee emmertjes maken. En dat water heb ik nodig om lava te veranderen in obsidian. Om uiteindelijk een nether portal te maken. Wat, wie ben jij, hallo? Wacht eens even. Ik zie hier een bekende. Wat is allemaal dan? Oh, ga nou weg,
wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Wij gaan het winnen, Dennis! Ik heb toch wel langzamerhand door dat ik kan hacken, toch? Nou, hacken wel, maar winnen niet, hoor! Ik ben een noob, hoor! Weet jij wat ik als hacker kan, Tommy? Vertel eens! Oh, je dacht toch niet echt dat ik hem hier ging overgeven en dat jullie nu al zouden winnen van mij? Eigenlijk wel! Met jullie wel. En diamond armor! Hackers kunnen namelijk gebruik maken van alles! Jij hebt helemaal geen armor! Wacht, maar dat is pas muziek! Hier! Zo! Dennis! Oh, Dennis! Kom hier, Dennis, kom hier! Ik had je bijna, Dennis. Ik vlieg er vandoor. Laat de losers slaan! Vlieg maar weg. En jullie iron golem? Die neem ik lekker mee, oké? Dat wordt nu mijn iron golem. Hier met dat iron. Laat de losers! Jongens, hoe kon het nou weer gebeuren? Ja, waarom kan hij vliegen weer? Die Dennis is gewoon aan het cheaten. Ik vind het niet eerlijk. Dan was hij elke keer bijna dood en dan vliegt hij weer weg. Hij had die goede wapens. Ja, zou dat kunnen inderdaad, denk je? Ja, ik denk het wel, hoor. Ik hoop het verniet. Maar Dennis is gewoon zo slecht dat hij dit nodig heeft. Inderdaad. Anders zou hij 100% dan gaan verliezen van ons. Nou, 100% het kan niet anders. Nou, laten we hem achtervolgen. Ja, dat duurt nog wel even. Oh, we hebben wat nieuw eten verzameld en we kunnen een crafting table maken op deze manier. Kijk eens aan. Deze crafting table hebben we namelijk nodig om ons eerste emmertje te maken. Een van de belangrijkste dingen voor onze overwinning, kan ik je vertellen. En kijk daar in de verte. Daar heb je ze lopen daar. Oké, laten we hier weggaan. Wat we namelijk nodig hebben is water. En dat water moeten we gebruiken op obsidian. Volgens mij zag ik hier ergens een lavapool. Kijk eens aan, daar is het. En dat hebben we nodig, oké? En als mijn vrienden dachten dat ik momenteel op zijn sterkst was als hacker, dan kan ik je garanderen dat ben ik nog langer niet. Oké, laten we het water hier plaatsen. En kijk eens aan, dan hebben we op die manier allemaal obsidian. En het obsidian hebben we zeker nodig. En met onze pickaxe kunnen we het mega snel hakken, zoals je kan zien. In de tussentijd hebben we wat flint verzameld, want daarmee moeten we natuurlijk een aansteker maken om het netherportaal te activeren. En ik heb 28 obsidian, meer dan genoeg. Maar ik heb wat iron nodig om natuurlijk de flint en steel te kunnen maken. En moet je kijken hoe snel we kunnen hakken. Wow, het gaat echt mega snel. En als deze tools ooit kapot gaan, wat volgens mij niet eens kan, want dit zijn hacker tools, dan kan ik ze nog een keer opnieuw aan mezelf geven. Alleen kom op, waar staat iron? We kunnen niet veel tijd verliezen, oké? Okay? Jongens. Wat is dit hier? Hallo. Laat ik een van mijn belangrijke heksen aanzetten. Met double glowing enemies kan ik namelijk mijn vrienden zien door de muren. En kijk eens aan, ze lopen daar. Oké, we hebben hier iron verzameld. Ik heb een enkel van je. Nee, dit meen je niet. Dan maak ik ook alweer een flint en steel. Op deze manier maak ik een flint en steel. Kijk eens aan, ik had al die tijd al genoeg iron. Kijk, we moeten hier een plek maken voor een netherportaal op deze manier. Jongens, ik hoor allemaal geluiden daar beneden. Hier beneden moeten we misschien kijken wat het is? Ja, ik ga wel even kijken, hoor. Hou je zwaard in je hand vast, oké, voor als hier... Ja, zeker. Wat, jongens? Dennis! Zien jullie dit ook? Wacht, wat? Netherportaal. Hier is een netherportaal. Maar dat staat er niet zomaar. Oh, jongens, ik ga even de derde kijken.
hoor, even kijken laten wat we er in de nederpotaal gaan. Misschien is hij wel in de nether. Ja, de dag. Hoppatee, laten we gaan. Het is mijn moment, het is mijn moment. Sarah, dit zal je leren. Yes! Het is één iemand uitgeschakeld. Perfect, maar ik moet ook elk moment naar de nether gaan. Jongens, waar is Sarah? Sarah, als je mij hoort, kom je dan door de nederpotaal? Moeten we teruggaan misschien? Ja, laten we teruggaan. Ik vertel er helemaal niks van. Misschien is ze niet doorheen gekomen of zo. Jongens, Waar ben je? Ik heb geen idee waar Sarah is. Nee, ik snap het ook niet. Oké, laten we verder gaan, jongens. Ja, goed idee. Misschien is Sarah ergens naar boven. Laten wij naar het portaal ingaan. Dit wordt ons moment, oké? Dan komen we zometeen Sarah tegen en die is natuurlijk gekild door ons. Kijk eens aan. Wat ik hier moet doen is, ik heb namelijk allemaal enderpearls nodig. Maar als hacker kan ik die mezelf geven. Alleen blazerots kan ik niet aan mezelf geven. En weet je wat? Het is ook tijd om mezelf een stukje sterker te maken zometeen. Maar laten we op zoek gaan naar een fortress. Zodat we allemaal blazers kunnen killen om blazerots te krijgen. Jongens, jongens! Oh, daar ben je, Sarah. Oh, daar ben je, Sarah. Wat? Dennis was daar. Bij het portaal. Ik wilde er doorheen en toen was hij daar opeens. Ergens verstopt of was hij onzichtbaar? Dus dit is wel naar beneden. Misschien is hij er nu ook weer. Nu nog steeds. We moeten terug gaan, jongens. We moeten terug naar beneden gaan. Laten we kijken of hier zit. Kijk wat we hebben gevonden. Een Nether Fortress. Precies wat we zoeken. Nu hoeven we alleen nog maar een spawn te vinden met blazes. Want ik heb die blazerots nodig, oké? Mijn zwaard geeft volgens mij mega veel dingen. Oh, kom op. Waar kan het zijn? Waar kan het zijn? Zo moeilijk is het toch niet meestal? Meestal kom ik al die blazes tegen. Wanneer ik het nodig heb, zijn ze nergens te vinden. Weet je wat? Laat ik naar boven vliegen. Perfect. Hier zijn blazes. Oké, die killen. En we hebben blazerots nodig. Hier gewoon blijven staan. Hier blijven staan. En die beesten killen, oké? Oh, kom op. Dit is nummer 6. Kom op, ik heb er meer nodig. Au. Ik ga bijna dood. Oké, gebruik je axe. Hoppakee. Die is dood. We hebben er 7. Meer dan genoeg. Oké, weet je wat? Dit brengt me ook op een idee. Ik moet mezelf beschermen. En daarvoor is het tijd om mezelf een OP armor set te geven. Nu zijn we onverslaanbaar. Oké, jongens. Hij moet hier ergens zijn, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Want hij moet naar het portaal. Wel voorzichtig hier, hè? Jongens. Is dat Dennis? Stilletjes, jongens. Stilletjes. Ja, misschien is dat wel Dennis. Heel zachtjes. Heel zachtjes. Niet naar toe sluipen. Kind. Het is geen tijd voor poepjes. Sorry. Kan echt niet. Ja, sorry. Ik vond het niet. Snel weg hier. Ik moet naar de overworld. Ik moet naar de normale wereld. Dan krijgen we als het goed is allemaal enderpearls. En dan kunnen we naar de stronghold. Oh, jongens. Die Dennis heeft ook echt allemaal heksen. Ja, klopt. Ja, echt niet normaal. Maar wat kan je tegen doen? Ik weet het allemaal wel, want ik ben natuurlijk de leider hier. Een leider? Jij en de leider? Daar ben ik wel te klein voor, hoor. Te klein. Inderdaad. Nou, ik weet wel allemaal hoe die heksen werken natuurlijk, hè. Dus ja, ik wil niet wat veel zeggen, nou hoor. Zeggen? Nou, dat ik natuurlijk de leiding moet nemen. Dus Sarah, mag ik het kompas van jou hebben? Die hou ik bij me. Zo krijg je het. Geef die de kompas aan Sarah. Doe nou niet zo moeilijk. Jawel. Dat is een beetje eigen kind. Nou, willen jullie vechten met mij? Ik zeg gewoon alleen dat je een beetje eigenwijs doet. Ja, sorry jongens, maar we moeten Dennis vinden. En dit duurt veel te lang, oké? Ja, door jou duurt het allemaal veel te lang. Stoppen nou. Hier, deze kan je maar één op zitten. Ik denk het ook. Pak hem aan, jongens. Oh jeetje, wat denkt hij wel niet? Een beetje de baas spelen. Wat denkt hij wel niet? Samen. Laten wij dan met z'n drietjes Dennis gaan opzoeken. Ik denk dat dat veel beter is. Kijk eens aan, met de blazerots heb ik allemaal Eye of Enders gemaakt. En ik ben best wel slim in Minecraft, kan ik je heel eerlijk vertellen. Ik weet namelijk hoe je een glitch kan doen met de coördinaten, waardoor je meteen de stronghold kan vinden. En ik ben meteen die kant op gevlogen zonder dat ik mijn Eye of Enders hoef te gebruiken. Want het is hier ergens in de buurt, kan ik je vertellen. Jazeker, deze ging helemaal naar beneden. Oké, dus het enige wat we moeten doen is naar beneden graven. En let op wat we nog meer kunnen gebruiken. Via mijn hacker tools kan ik namelijk superjump activeren, waardoor ik extra hoog kan springen.
Dit kan mega handig zijn voor de Ender Dragon. En als laatste kan ik nog meer activeren. Ik kan namelijk X-ray aanzetten. En let op, ik kan alle blokken zien hiermee. Met X-ray kan je namelijk zien waar diamonds zijn en waar alle blokken zijn die je wilt vinden. Alle zeldzame blokken. En dit kan ook makkelijk helpen om natuurlijk het Endportaal te vinden. Dus laten we gaan zoeken. Oh, waar kan die strommel toch zijn? Ik loop al de hele tijd te graven. Hij hoort hier beneden ergens te zijn. Wacht eens even. Oké, we hebben hem gevonden. We hebben hem overduidelijk gevonden. We zijn in de strommel momenteel. Jongens. Wat zie ik op dit moment in de chat? Vertel. Dat is wat ik zag. Ik zie een achievement dat hij de strommel heeft gevonden volgens mij. Dat is echt fout. Oh, het moet hier ergens zijn. Het moet hier ergens zijn. Ja hoor. Kijk wat we daar hebben. Dit breken we. En het enige wat we nu hoeven te doen is alle Eye of Enders erin te doen. Jongens. Het duurt ook mega lang dit. Heel erg in de buurt zit. Ja, dat moet wel. Het kompas zegt echt dichtbij. Heel dichtbij. Zien jullie dat ook? Doe de deur open. Dat is Dennis. Ja, zeker. Zo, en de laatste. Hopsakee. We kunnen gaan. Ik denk dat we moeten aanvallen. Nee. Volg, joh. Kom op, Dennis. Snel brug. Snel brug bouwen naar de overkant. De brug bouwen naar de overkant. Dennis. Zie hem daar staan. Inderdaad. Zie hem nou bouwen voor zijn leven. Dennis. Ik ga erheen, hoor. Kom aan, Tommy. Tommy, je kan je simpelweg overgeven. Je dacht niet dat je ging winnen van een mindset hacker. Die voor je. Tommy, ga maar gewoon weg, oké? Ga maar gewoon weg. Nee. Ik ga het winnen en ik zal het ook winnen. De draak gaat niet dalen, dan kom ik wel naar de draak toe. Draak, kom hierheen. Dat zal je leren, oké? Nog maar een klein beetje. De draak is dood, Tommy. Jongens, hebben jullie nog laatste woorden? Tommy, dit zal je leren. Ik zei toch dat ik dit zou doen, Tommy? Ik zei het toch? Ik zei toch dat ik Speedrunner versus Jager zou winnen? En dat was een Ender. De Ender Dragon is helemaal verslagen.